Plan, communicatie, realisatie. Dat is ons motto. Ik ben hier ooit een keer na mijn opleiding afgestudeerd en in die periode aansluitend ben ik hier op de verkoopafdeling werkzaam geweest. Daarna heb ik wat verschillende omzwervingen gemaakt. In 2006 heeft men mij gevraagd om hier orde op zaken te stellen. We zijn in 2006 met een nieuw management hier in dit bedrijf gekomen. We hebben eigenlijk allereerst de processen hebben we op orde gebracht. Dan ligt er een plan en dan heb je het gecommuniceerd. Maar dan nog, dan moet het gebeuren. En dat gebeuren, dat hebben wij gedaan door zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken. Duidelijk te weten, aan dezelfde kant van de kaart te trekken en stap voor stap. Dat doen eigenlijk wat uiteindelijk in dat plan stond. En het is niet alleen leuk om dat te realiseren. Het is zeer aangenaam om te zien dat niet alleen wij vanuit het management, maar ook de medewerkers, dat die daar heel hard aan trekken. Ik denk dat dat het belangrijkste is waarom wij zo snel gegroeid zijn de afgelopen jaren. Het productieproces bij cyclobrandtechniek is onderverdeeld in twee productiehallen. De eerste productiehal, daar worden cabines verlengd, van enkele cabine tot bestuurders-manschappencabine. En er wordt de materieelruimte achterop het chassis gebouwd. In de tweede hal wordt de inrichting gedaan, de inhoud van die manschappencabine, wordt de blusinstallatie ingebouwd, de materialen en de elektronica. Het hoogtepunt is het moment dat je dat realiseert wat je 2 jaar daarvoor met elkaar als plan hebt neergelegd. Dat is leuk. Dat is eigenlijk, en dan maakt het er niet uit of het X-1000 of Y-1000 is. Je realiseert een plan en daar ben je tevreden mee. Dat is de kick en dat is erg leuk om mee te maken. Dit hele proces dat leidt uiteindelijk tot een compleet voertuig. Zoals hij hier nu klaar staat, helemaal gepoetst. Hij staat voor de planning voor de aflevering voor morgen. Ja, je ziet altijd een mooie, mooi schoon, alles erin. Alles goed bereikbaar. Makkelijk toegankelijk, ook voor wat kleinere mensen, opstapplateau. Dus hier doen we het allemaal voor. Dit is hopen we morgen weer een tevreden klant kunnen toevoegen aan ons klantenbestand. De tip voor de winnaar, geniet er op dit moment van, maar blijf niet stilstaan en ga door met plannen maken en het uitbouwen van het bedrijf.